Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Game Meister video. Ik speel vandaag Star Stable met Daphne! Daphne! Hey! En wij gaan vandaag in deze video kijken hoe ver wij kunnen komen qua level met ons paard. Dus wij gaan een soort van wedstrijdje doen. Wie kan zijn paard het verst mogelijk naar een nieuw hoger level brengen in 15 minuten? Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd. Ja. Dat het duidelijk is. Er zijn een paar regels. We gaan dus zo meteen allemaal trainingen, wedstrijden, races rijden. En dan moeten we gewoon zo ver mogelijk komen. Je mag geen level kopen. Je moet echt gaan trainen. Je mag de trailer gebruiken. Je mag zelf bepalen wat voor tuig je paard aan heeft. Maar hij moet wel level 1 zijn en een boos gezichtje hebben. Ja, nou, dat heeft hij. Ja, we hebben alle twee zo'n paard. En we gaan nu gewoon even de paarden uitzoeken. En ik heb er al één waarmee ik ik heb hem ook al. Wat voor paard heb jij? Ik heb een magisch paard, dat is het hertenpaard. Hij lijkt nu op een hert en straks wordt het een beetje een halflinger. Oh ja, ja, die van kerst. Oh ja, die is van kerst, ja, inderdaad. Ja, klopt, van de kerstwereld. Ja. Welke heb jij? Ik ga voor de grijze fjord. Oh, die! Oh, die is leuk! Ja, die hebben mijn kijkers uitgekozen. Ja, en die heb ik nog helemaal niet getraind, dus dit is de perfecte gelegenheid om het nu te doen. Ja, ja. Oh, wat leuk. Dan ga ik zo meteen de tijd starten. Trouwens, zullen we het doen? Je mag voor de deur van je thuisstal staan, dus je mag al buiten staan. Dus vandaar je mag even voor je stalletje staan. Ik sta er, jij ook? Bijna. Ja, nu sta ik er eigenlijk. Oké, dan gaat de tijd in, oké? Okay? In 3, 2, 1, start. Ja, de 15 minuten lopen nu. En ik moet erkennen, helaas, sorry kijkers, ik ben even druk bezig, want ik ga wat races rijden. Ja, ik ook. Ik weet alleen nog helemaal geen tactiek, want we hebben ons alle twee niet voorbereid. Nee, precies. Ja, dat wilde ik ook nog even zeggen, inderdaad. We hebben niks voorbereid nog. We weten allemaal niet waar je de meeste XP kan halen. Misschien is er wel ergens een soort van missie waarbij je echt 500 XP krijgt. Ik heb geen idee. Oh, dat is wel heel erg. Want mijn paard is echt heel slow. Heb jij dat ook? Nou, ik ben nog letterlijk alleen mijn thuisstal uitgereden. En nu sta ik zeg maar dat missieding te openen en te kijken of ik iets zie waarvan ik denk, oh ja, hier krijg je veel XP. Maar je mag gewoon de trailer gebruiken, hè? Want jij zit toch met je thuisstal in Epona? Ja, dan heb je echt heel weinig races. Ja, ik heb het voordeel dat ik dan in Moorland zit. Maar, ja, dan hoef je niet. Ja, maar ja, je mag gewoon de trailer gebruiken. Dat kost natuurlijk wel geld en tijd. Tijd is wel belangrijk natuurlijk. Hoe meer tijd je hebt, hoe langer je kan trainen. Oh, er is hier geest. Ih, wat eng. Geest? Ja. Was een geest. Ik had gisteren een update met een geest, maar ik wist niet dat iedereen die dan kon zien, die geest. Ja, daar was er één bij. Je hebt dan Moorland en dan als je omhoog gaat richting dat circus, dan daar links bij die houten huisjes. Ik weet even de naam niet. Hè, wat raar. Ja, daar stond een geest. Ja, ik denk dat ik maar... Oh nee, wacht, nee, daar ga ik niet naartoe. Of ga ik daar wel naartoe? Wacht, oh, dit is zo lastig. Ik zat de hele tijd in dat missielogboek te kijken, maar daar werd ik niet heel veel wijzer van. Oh. Oh, wat ga ik doen? Ik heb net mijn eigen score verbeterd. Gaat dat per paard of zo? Huh? Nou, als je dan al zo langzaam bent met een level 1 paard dat super boos is, was je score ook niet heel hoog. Nee. Oh, kom op, paardentrailer. Oh, dan zit ik eindelijk in die trailer en dan wil hij niet. Ja, kom. Oké, ik ga denk ik maar als eerste hierheen. Jij houdt de tijd bij trouwens dan. Ja, we hebben nog 13 minuten. Echt? Gaat het al zo snel? Ja. Heb ik drie minuten lang in dat stomme logboek gekeken? Of dat, ik weet niet hoe je dat noemt, dagboek. Oh. Ik ga nu pas wat doen. Ik ben nou pas met mijn trailer vertrokken. Oh, ik dacht dat je al een race had gereden. Nee. Oh, dat had ik wel kunnen doen natuurlijk. Ik had natuurlijk een race kunnen doen en ondertussen in dat ding kunnen kijken. Oh, verdorie. Nou goed, voor de volgende keer. We kunnen dit best wel vaker doen, zo'n challenge. Ja, precies. Train je paard dagelijks. Oh ja, dit vind ik wel goed. Nee, dit is eigenlijk helemaal niet goed. Ik krijg heel weinig XP voor. Oh, dit is niet handig. Oh. Ik doe ook een race waar je nou niet zo heel veel voor krijgt, maar ja. Oh, welke, hoeveel XP krijg je ervoor? Ja. Oh, ja, nee, het is gewoon de standaard Moorland race, ja. Oh, ja. Ja, zal ik zeggen waar ik ben begonnen? Ja. Voor het Pinta. Oh, oké. Maar die race is best wel lang. Ja, klopt. Maar er is ook een nieuwe race. Maar ik weet niet of jij die al hebt geunlocked, zeg maar. Oh. Een race met een kleine pony. En dat je zo'n vet met rood haar op je rug krijgt van je paard. Geen idee. Het is waarschijnlijk en dus keiharde muziek op de achtergrond, dus ik versta je bijna niet. Scheidrace. No. Kijkers kunnen het niet horen, dat scheelt. Oh ja. Oh, er liggen schapen op de weg.
Oh, dit is echt raar. Oh, dan kan ik ondertussen nadenken waar je dingen hebt met veel XP. Oh, dit is echt stress. Ik hoop dat er nu kijkers zijn die in de comments reageren van... ja, hier moet je de volgende keer heen gaan. Dan halen we de tips uit voor de volgende keer. Ja, ja, inderdaad. Wat trouwens wel belangrijk is om te vertellen... wij zijn alle twee ziek. Oh ja, op het moment van filmen. Dus daarom klinken wij een beetje raar. En ik voel alweer een hoest opkomen. Ja, ik ook. Hij kriebelt al de hele tijd. Maar dan spoelt er weer een nieuw zeehond aan. Dus laten we dat maar niet gaan doen. Nee. Oh, ik zit mijn hoest echt in te houden. Ja, ik ook. Ze wel allebei tegelijk. Tegelijk? Ja, 3, 2, 1. Ja, daarom klinkt mijn stem ook zo raar. Ik kreeg er allemaal comments over gisteren in mijn video. Ja, maar je had toch al gezegd dat je ziek bent? Ja, ik had het al gezegd. Nog steeds waren er mensen die zeiden... Haha, je klinkt echt als Ernie van Bert en Ernie. Nou, dankjewel. Hoe heet dat ook weer? Oh, deze race was zo niet slim. Ik ben al 2 minuten lang bezig. Ik krijg er maar 175 XP voor. Oh, echt? Ja. Oh, ik zit nu in de trailer naar een plek toe. En ik weet gewoon niet hoe die plek heet. Dus ik heb maar gewoon een plaatje gekozen. Oh, ik heb de goede gekozen. Oh, yes. Echt? Oh, dan ben ik heel benieuwd waar je nou bent. Ja, hè? Want ik heb nou een tactiek in mijn hoofd bedacht. Maar ik denk, nou, die tactiek is niet zo slim. Dus ik ga maar gewoon lekker geld uitgeven aan de trailer. Oh ja. Want hoeveel minuten hebben we nog waarschijnlijk? Ik heb nu nog 10 minuten. Ja. Ah! Oh, dat echt gaat zo snel voorbij. Die scheidraces duren veel te lang. Ja, en de trailer. Zo, nou, 2 minuten 54 seconden heb ik erover gedaan. Oh! Ah, yes! Mijn paard is een level hoger! Woe! Dus hij is nou level 2. Ja, hij is nog steeds boos. Oh ja, die van jou is waarschijnlijk ook level 2 nu. Ja. Ik denk dat die van jou al bijna level 3 is. Misschien. Nou, ik loop echt achter. Ik had echt mijn tactiek beter over na moeten denken. Nou goed, misschien hou je me nog wel in. Want ik ga nu iets doen waarvan ik denk, ik weet niet of dit super slim is. Oh jee, dan ben ik wel benieuwd waar je nu bent. Ja, maar dat ga je later zien. Oh, ja. Dat vind ik wel altijd leuk als wij video's opnemen en we zien elkaar niet. En dan doe je die beelden uiteindelijk bij elkaar. Dan zie je gewoon waar je hebt gereden. En dan, dat zien wij nu niet van elkaar. En nee, dan, precies. Dan wel. Ja, ik weet niet. Goh. Ja, dat is leuk om te zien. Net zoals met verstoppertje van, zat je daar? Ja, precies. Ja, want wij gaan ook verstoppertje zo meteen spelen voor op Daphne's kanaal. Ja, ja. Het is echt weer lang geleden dat we dat voor het laatst hebben gedaan. Heel lang geleden. Bijna een jaar geleden. 29 mei. Oh. Ik ga vanochtend nog even kijken. Echt? Ja. Wow. Maar het voelt echt alsof ik de laatste tijd heel veel video's met jou heb opgenomen. Dus... Ja, voor mij ook. Terwijl dat helemaal niet echt zo is. Ja. Of wel? Huh? Er zat ineens een paard in die rots. Stak ineens een paardenhoofd uit. Oh. Het zag er echt heel grappig uit. Oh, dit gaat wel heel slow als je paard level 1 is. Maar ja. Ja, echt hè? Ja. Ik ben alweer bijna 2 minuten verder. Oh, kom op paard. Ze zijn in Jorvikstal. Waar zijn ze? Oh, we zijn ontdekt. Oh. Zeg iets, Daphne en Elise. We zijn heel druk bezig met een tijdswedstrijd, zeg maar. Moeten moet zo snel mogelijk ons paard trainen. Ja. Ik miste het allerlaatste checkpoint van de race. Oh. Nee, moet je het nou opnieuw doen? Nou, ik ben heel gauw teruggegaan. Ik had nog 16 seconden, dus dat scheelt. Maar oh, had ik bijna al die tijd voor niks verspild. Ja, oh, dat zou heel erg zijn, Ik ben weer aangekomen. Woehoe. Ja, ik ben ook weer met de trailer ergens naartoe. Ik was met iets bezig, maar ik dacht uiteindelijk van... ik ga toch maar even snel ergens anders naartoe. Ja? Oh, jee. Ik ben heel benieuwd of we elkaar gaan tegenkomen. Ik denk het niet tijdens het Ik denk het ook niet. Racen. Nee, want ik dacht eerst ook, ik kan wel naar Moorland gaan. Maar toen hoorde ik dat jij er ook was, dacht ik, nou... Dan wordt het een beetje veel van hetzelfde, dus ben ik echt anders begonnen. Oh, ja. Nu ben ik wel vanmorgen. Oké, ik ben nu bij Steve's boerderij. Ah, oké. Okay. Ja, dat was mijn volgende halte, maar ik denk gezien de tijd dat ik die al niet meer ga halen. Nee. Ik had echt al in mijn hoofd een heel plan gemaakt van, oh, hier kan ik heen gaan en hier kan ik heen gaan en hier en hier en hier. En nou is de tijd alweer bijna om. Oh ja. Oh, ik kan natuurlijk nu zien welk level jouw paard is. Echt? Door erop te klikken. Ja, had jij in de chat iets gezegd of niet? Nee. Oh, nee, dat kan het niet. Want dan kan ik op jouw naam klikken en dan kan ik je inspecteren. Hoe kan jij in de chat zitten tijdens het rijden? Kan je dat niet? Nee, want dan krijg je allemaal van die W en A en S en D in de chat. Altijd, klopt, dan klik ik altijd heel gauw weer naast de chat. En dan wordt die balk waar je zeg maar in kan typen, wordt die niet meer actief. Oh, ja, jij bent hier gewoon veel meer pro in dan ik blijkbaar. Maar ik zit nog niet zo vaak in de chat, want wat ik vervelend vind aan de chat, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan ben je iets aan het typen en dan pakt hij de helft. Nee, dat heb ik ook.
echt vet irritant. Maar ook dat als je iets wilt typen, komen er bijna alleen maar hekjes te staan. Ja, maakt niet uit wat je zegt. Nee. Soms, geeft hij me hekjes en dan zeg ik het opnieuw en dan geeft hij geen hekjes. Ja, ja. En dan is het ook gewoon iets van opnemen of zo, zo'n woord. Ja, oh, hoeveel tijd hebben we nog? Deze race ging best wel snel. We hebben nog 3 minuten. Oh, dan kan ik er nog precies die doen. Oké. Kom op, paardje kan het. Niet zo langzaam. Oh, ik hoop ook dat ik net nog die ene race kan doen. Ja. Het spijt me zo erg. Gaat wel weer over, zeggen ze dan. Nou, het houdt niet op. Niet vanzelf. Ja. Maar het wordt ook echt best snel erger. Maar ik heb dan ook nog een carnaval. Dus ja, dan is je weerstand al best laag, omdat je tot laat opblijft, lekker aan het feesten bent en zo. En volgens mij is iedereen hier in het zuiden sowieso nou ziek door het carnavallen. Ja. Maar jij blijkbaar ook. Heb jij ook gecarnavald? Nou, het begon bij mij al voor het carnaval, dus ik had er niet eens de weerstand voor. Oh, nee, ja. Maar ik kreeg wel een comment. Ik heb de hele middag daarom gelachen. Ik vertelde het zeg maar in mijn Stars Level update dus dat ik ziek was en dat daar dus mijn stem zo raakklonk. Mm-hmm. En toen zei iemand in de comments, je kan zeggen wat je wil, Daphne, maar waarschijnlijk ben je gewoon ziek doordat je hebt lopen carnavallen en hebt lopen zuipen en schreeuwen. Nou, dat is niet bij jou het geval, hoor. Ik woon boven de rivier. Zo. Jongen, jongen, die verwijten dan ook. Ik hoeveel tijd we nog hebben. Oh, nog 1 minuut. De laatste minuut is ingegaan. Ik ben bezig kan met er echt niks meer race. Doen. Oh nee, er waren nog 2 races die waren zoveel slimmer om te doen. Ik had nooit moeten beginnen in Fort Quinta. Ik ga toch kijken hoe ik binnen de tijd... Oh nee, nog 1,5 minuut. Dit ga ik niet halen, want de race is al langer. Nee, jammer. Nee, we hebben nog 20 seconden. Ja, ik zit nog in de trailer. Dit ga ik nooit halen. Nou, ben jij bezig met waar de race? Naartoe? Nee, ik ben gestopt. Dus ik loop nu tegen een vuurkorf ding aan. Oké, zullen we gewoon afspreken? Want de tijd is 10. Ja, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, moment is goed. Ja, dat is het. Bijna de laatste 10 seconden. Wow, ja, er zijn echt spannend. Heel veel mensen. Ik zie jou lopen. Ja, ook grappig, jouw naam is ook groen, omdat zij vrienden zijn. Ik ga even hier naar de bak toe. Oh, hij heeft knotjes. Ja. No. Oké, zullen we op elkaars paard klikken? Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee! Oh nee, wacht, ik zit op de verkeerde persoon te klikken. Oh, oh ja, huh? Jawel, dit ben je wel. Oh, is hij level 4 die van jou? Ja. Ja. Ah! Ja. Ik heb hem echt net level 4 kunnen maken. Maar even kijken, kan ik dan bij jou even inspecteren? Kan je dan het totale... XP van mijn paard is 1025. Die van mij is 1500. Oh, je hebt echt 2 races meer gedaan of zo. Oh, dat komt echt door die ene dat ik ging nadenken over... Oké, wat zal ik eens even gaan doen? Ja, je had gewoon moeten doen. Gewoon een race rijden. Gewoon... Ja. Maar goed, dat is gewoon voor de volgende keer. Want dat gaan we gewoon... Nou, als mensen dit leuk vinden, gaan we gewoon nog een keer zo'n race video maken. Precies. Ja, dus vonden jullie dit een leuk video? Doe dan een duimpje omhoog. Laat even weten hoe jullie ons plan van aanpak vonden. Want we hadden niet echt een plan van aanpak. Ja, ik was er zo van overtuigd dat er een soort van missie was waarbij je heel veel XP kreeg. Dus daarom zat ik zo lang in dat ding te kijken. Oh, maar, volgende keer krijg je weer een nieuwe kans. Als de kijkers het in ieder geval leuk genoeg vonden om dit te bekijken. Dat was dit de video. Dus doe duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op onze kanalen. Dus op mijn kanaal en op die van Daphne. Want daar gaan we zo meteen een hele leuke verstoppertjes video voor opnemen. Ja, verstoppertje. En dan tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Doei! Doei!